Dag vrienden, vandaag zijn we weer terug met een verhaaltje. Deze keer wil onze Ricky ridder worden. Ridder Ricky. Ricky gaat naar zijn lievelingsplek onder de oude eik. Het is lente. En overal staan bloemen in bloei. Klaprozen, koekoeksbloemen, madeliefjes, margrieten, paardenbloemen. Als Ricky onder de boom gaat liggen en zijn ogen dicht doet, gebeurt er altijd iets bijzonders. Alles wat hij verzint, wordt echt. Soms verzint Ricky dat hij een astronaut is. Op weg naar Mars of Pluto of zo. De reis duurt minstens 2 jaar. Soms is hij ook een wonderdokter die zieke dieren weer beter maakt. Of een snelle postbode op een motorpostfiets. Wat gek. Of zelfs een wereldberoemde zanger. Vandaag is Ricky een ridder in de middeleeuwen. Dat is heel lang geleden. Ridder Ricky. Hij draagt een ijzersterk harnas. Dat moet ook wel, want in de middeleeuwen lopen vreselijk gemene monsters rond. Vuurspuwende draken bijvoorbeeld, die hem van alle kanten aanvallen. Er zijn er zelfs die kunnen vliegen. Maar Ridder Ricky, die verslaat ze allemaal. De sloebers gaan achter slot en grendel in zijn onderaardse gevangenis. Hij geeft ze alleen water, embers vol, om het vuur van binnen te blussen. Ik laat jullie pas vrij, zegt Ricky, als je braaf bent en geen vuur meer spuwt. We zullen het nooit meer doen, belooft de draak liefjes, terwijl er 2 wolkjes uit zijn neusgaten komen. Het liefst van al is Ricky van boven in de toren van zijn kasteel. Vandaar kan hij heel ver kijken. Als er iemand aankomt die hij leuk vindt, geen monster natuurlijk, laat Ricky meteen de opgaalbrug neer. Dat is waar ook. Vandaag komt jonkvrouw Annibel logeren. Welgekomen, zegt ridder Ricky, en hij brengt haar naar haar kamer. Boven het haardvuur roostert Ricky zoete wortelen. Hij dient ze op met bloemsuiker en een lekker glaasje honingwijn. Watertant Annibel, dat is mijn lievelingsgerecht. Lekker! Ridder Ricky moet natuurlijk ook werken. Hij brengt geheime boodschappen naar andere ridders in Schotland of Japan. Zijn ros, zo heet zijn paard in de middeleeuwen, brengt hem met reuzensprongen waar hij moet zijn. Ridder Ricky wordt wat moe en hij stopt terug bij de oude eik. Hij laat zijn ros of zijn paard wat drinken en eet zelf ook een hapje. Daarna gaat hij onder de boom liggen en doet zijn ogen dicht. Ineens schrikt Ricky wakker. Help! Hoort
hoort hij iemand roepen. Dat is Annie! Ricky springt meteen op om haar te redden. Al gauw heeft Ricky het monster overwonnen. Bravo, roept Annie. En ze geeft hem een zoen. Ach, lacht Ricky, het is Boris maar, de hond van de buren. Zullen we spelen? Vraagt Ricky. Ik ben ridder Ricky en jij bent jonkvrouw Annibel. Ik heb je net gered uit de klauwen van de verschrikkelijke draak Boris. En nu neem ik je mee op mijn ros. Goed? Op je ros? Wat is dat? Vraagt Annie. Mijn paard, lacht Ricky. Oh, dan wil ik zelf ook wel een ros, zegt Annie, die gek is op paarden. En samen galopperen ze naar het kasteel van ridder Ricky, daar in de verte. Zo, dat was het verhaaltje van ridder Ricky. Hopelijk vonden jullie het wat mooi. En misschien kunnen jullie thuis ook wel eens voor ridders spelen. Of voor de meisjes, een jonkvrouw of een prinses. Dag, tot de volgende keer.